Beste lieve luisteraars, het is zover. Ik heb meneer Ludwig van Milieu aan de lijn en we gaan een praatje met hem maken. Tussen nu en tenminste 7 uur. En we zien wel hoe ver we komen. En we gaan het hebben over een vraag die ik duidelijk heb geformuleerd. Hè. Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen in Suriname. En de vraag is helder en duidelijk. En de vraag is, is de president een marionet? Een speelbal van de Surinaamse maffia en de duister diaspora profiteurs, waarvoor het arme volk in Suriname de prijs betaalt. Meneer Van Milieu, beste broeder Ludwig, van harte welkom in de uitzending. Nou, goedemiddag meneer Fred Carteram. Ik ben u graag van dienst met mijn commentaar. En ik groet ook de luisteraars, de trouwe luisteraars van uw radiostation. En ik zal mijn best doen die moeilijke vraag van u heel gemakkelijk te beantwoorden, zodat iedereen het kan snappen. Namelijk, u slaat de spijker op zijn kop. Ja. De zaken die nu in Suriname spelen, die lijken er veel op alsof die regering de regie kwijt is over de interne politiek in Suriname. En dat heeft te maken met leiderschap. Ja, er ontbreekt politiek inzicht, zie je, op alle fronten. En het geldt over de gehele breedte van die regering. Dus de VHP en de ABOP. Ja. Ik moet u zeggen, laat me gelijk de zwakke plekken van deze twee partijen benoemen. Die ene, ze zijn beide op een verkeerd spoor van familie en vrienden te accommoderen. Ze kijken niet naar nationale belangen. Ze hebben geen overzicht in het totaal. Nooit hoor je een visie over de totale situatie in Suriname. Welke kant gaan we op? Gaan we kokosnoten verkopen aan de wereld? Of gaan we wachten op die olie? Of gaan we het water beter beheren? Alles is een chaos. Ja. Noemt u maar een onderwerp en ik geef u direct binnen een paar minuutjes geef ik u aan waar het een chaos is. En dat duidt op een gebrek aan visie van wat we moeten doen met zoveel rijkdommen en zoveel resources in het land. Dat is één. En dan ga ik het even een beetje op scherp zetten nu. Ik heb het al verschillende keren gezegd in radioprogramma's, maar ik herhaal het. Brunswijk, die is een rebel. En dat rebelse is in hem gebleven. Ja. En men zegt, je kan de man uit de goot halen, maar je kunt de goot niet uit de man halen. Ik zeg het symbolisch, want Surinamers nemen alles letterlijk. Morgen ga je horen van, dat brus ik dan aan Gotro. Dat heb ik niet gezegd. Ik zeg, het is moeilijker om vastgeroeste, verkeerde zaken uit de het leiderschap weg te halen. Ja. Maar je kan een persoon wel redden uit zijn penibele situatie. Dat is makkelijk. Maar de schade die is aangericht in de persoon, dat neemt tijd. En dat haal je niet 1, 2, 3 weg. Het is een erfzonde. Zo zegt men in die Rooms-Katholieke kerk. Zegt men dat we allemaal belast zijn met de erfzonde. En we moeten dus boete doen om er vanaf te komen. Ja. Bij de VHP is het dat het beleid van familie en vrienden, dat suggereert dat die aan de macht zijnde groep Hindoestaanse captains of industry, dus de puissant rijke kleine kern binnen de VHP, dat die primair naar eigen belangen kijkt en die heeft een bepaald netwerk in Nederland van vrienden en familie. En ik moet u zeggen, ik ben heel slecht in die familierelaties, maar ik heb een beetje geprobeerd met vrienden van mij na te gaan en dan kan je, ik kan het gewoon heel kort samenvatten. Bijna iedereen in die regering nu van de VHP is aan elkaar gerelateerd. Vriend of familie. Men neemt niet het criterium van is de persoon geschikt voor die job. Nee, men begint met een verhaal dat nergens op slaat dat men zijn familie het beste vertrouwt. Wel, ik kan u zeggen, alle Surinamers hier in Nederland kunnen bevestigen dat wanneer je zaken doet met je eigen familie in Suriname, het eerste wat ik iedereen hoor zeggen is dat je zelf je familie niet kan vertrouwen. En dat de meeste Surinamers die hier in Nederland zitten,
die zijn op een of andere manier, het is geen opzet, maar het is de situatie, daarom geef ik het voorbeeld, ja. Die zijn belazerd door hun eigen familie. Ja. Ja, je stuurt geld voor je familie, maar dat geld wordt voor andere dingen benut. Je geeft iets in bewaring, als je komt is dat ding er niet meer. Ja. Je laat op je huis letten, maar wanneer je weg bent, gebruiken ze dat als bordeel. Dus men doet van alles om in leven te blijven in Suriname. En daardoor is die moraal een beetje kapot gegaan. En zodoende wekt de VHP de indruk dat zij primair kijken naar het belang van de Hindoestaanse bevolkingsgroep. En dat is niet juist, omdat er heel wat categorieën in die Hindoestaanse bevolkingsgroep zijn die worden benadeeld door die puissant, zelfde puissante rijke bovenlaag van een Hindoestaanse elite die hun eigen mensen uitbuit om goedkoop voor ze te werken in die rijstvelden. Ja. Moet maar de situatie in die rijstsector gaan analyseren, dan gaat u zien dat de gemiddelde arme boer in Nikeri enorm wordt uitgebuit door een bovenlaag. Dus dat ding moeten we heel genuanceerd benaderen van familie en vrienden. En niet zomaar schreeuwen over racisme en dat soort zaken. Er is wel sprake van etniciteit. En natuurlijk is er ook racisme. In alle categorieën in Suriname, van alle bevolkingsgroepen worden gediscrimineerd. Maar je moet, wanneer je praat over racisme, moet je die groep die je bedoelt duidelijk noemen. Want we zijn in Suriname zeer onduidelijk, hè. We praten langs dingen heen, we kijken niet naar elkaar en we suggereren dingen. En zo is er een enorme dorpsroddel nu van belangen die spelen binnen de VHP. Dat er vriendengroepen zijn gedetecteerd, zijn ontdekt. Dat de president vrienden heeft in Nederland met wie hij zaken doet. Ja, en dan praat hij over diaspora kapitaal. Ja. Het is ten dele waar, want die mensen hebben kapitaal. En die mensen zijn diaspora, zullen we zeggen. Ik gebruik die term niet. Maar het zijn zijn vrienden. En je kan ze niet over één kam scheren met die totale Surinaamse bevolking in Nederland. Die keihard moet werken om het hoofd boven water te houden hier in Nederland. Ja. Ik kan u zeggen, de statistieken van het Bureau voor Statistiek in Nederland, die wijzen uit dat die Surinamers behoorlijk te werk gesteld zijn. Dus die werkloosheid is afgenomen. Maar ze zijn minder aan het werk dan de gemiddelde autochtone Nederlander. En het is, bij die Nederlander is het 66% is in het arbeidsproces betrokken. En die Surinamers komen erachteraan met zo'n 63%. Of 62% onder de Nederlandse bevolkingsgroep. En dan heb je Antillianen, Turken, Marokkanen die lager scoren. Maar het komt ook omdat ze grotere gemeenschappen hebben. Die Antillianen hebben een kleinere gemeenschap, maar komen ook slecht aan de bak. En dus dat betekent, wat ik wil zeggen, is dat die stelling van meneer Santokki als president, dat hij kapitaal gaat zuigen uit die diaspora groep hier in Nederland, dat het een hele foute, verkeerde stelling is. En dat hij eigenlijk, dat zie je nu in de praktijk, bedoelt hij een kleine, puissant rijke groep van vrienden die hij de bal toespeelt. En dat is dat hele probleem wat nu speelt bij de SLM. Ja. Je ziet dat er in het geheim allerlei afspraken zijn gemaakt met Hindoestaanse zakenlui in Rotterdam. Er is een pand verkocht. Er wordt gesjoemeld met gelden over en weer. Je wordt er misselijk van als je kijkt die dingen die op die onthuld worden eigenlijk. En dan zie je dat in die korte tijd dat Santokki aan de macht is bij de SLM, bijvoorbeeld de heer Prenobe Bisser. Ik vind het altijd zo'n mooie naam, Prenobe. En u moet me corrigeren als ik het goed uitspreek, hoor. Nou, je hebt zijn Hindoestaans, ze is gewoon Prenobe, maar goed. Prenobe. Maar ze schrijven de Prenobe op. Ja, oké. Maar dat maakt niet uit, wat is zijn naam? Ja. Maar als je ziet, als je gewoon natrekt hoeveel keer die man op en neer gratis met de SLM vliegt met vrienden. En dat soort kleine corruptieve zaken. Maar als je ze bij elkaar optelt, komt het op grote bedragen uit. Dus dan moet dus niet versteld staan dat die bevolking heel boos wordt als ze horen dat niet alleen bij meneer Prenobe het geval is, dat het over die hele linie bij die SLM het geval is.
En wat ik een beetje laf vind, is dat Surinamers, wanneer ze voor de problemen staan, houden ze hun mond. En meneer De Haan hebben ze laten komen uit Nederland. Een Nederlandse witte man, zogenaamd gaat die witte man die problemen oplossen. Maar die witte man, die is gebotst tegen de volksaard van de problematiek, de politieke problematiek in het geheel Suriname. Die man is een naïeve persoon die dacht dat hij net als in Nederland of in andere landen eventjes orde op zaken kon stellen. Terwijl hij nou kennis gemaakt met die dorpsmentaliteit in Suriname. Wanneer je voor die Surinamers staat, dag meneer De Haan, hoe gaat het meneer De Haan? Gaat het goed meneer De Haan, meneer Lusty Doxa? Dag meneer De Haan. En alleen maar mooie woorden. En op het moment dat meneer De Haan in trouble is en het land heeft verlaten, ik laat even in het midden wat de feiten zijn, maar dan moet je nu die taal horen die Surinamers uitslaan in Suriname, meneer De Haan, gue. En nu moet je horen, man, die man is een criminele organisatie. Die man is durf niet van enkele kant. Maar die man, ja, een tijdje toen die man De Haan bezig was in Suriname, hoorde je niets bij die SLM. En ik wil nu eventjes, onderbreek ik mezelf, omdat ik eraan denk, dat de SLM vandaag jarig is. De SLM is 60 jaar bestaan, ja. De SLM. Ja. Dus het is de verjaardag van onze nationale carrier. Wat een mooie verjaardag, hè? Ja, maar het ligt in infuus, hè? Het is, ja, toch? Ik wou net zeggen, de SLM ligt niet alleen aan een infuus. Ja. Dus op het feest van het 60-jarige bestaan is er pom gemaakt met hanenvlees. Ja. Ja, maar duidelijk. Maar goed, meneer Ludwig, ik bedoel, we zien toch wel heel veel zaken in dat land op dit moment behoorlijk fout gaan, hè? In de zin van dat er sprake is van financiële malversaties, fraude, misbruik. U heeft dat overgezicht gezien van al die mannen en vrouwen die gratis vliegen, hè? En ik begrijp dat dat al jaar en dag zo gaat. Dat gaat heel lang zo, ja. Ja, ten koste van het arme volk van Suriname. Maar er zijn nog meer van dat soort zaken. We hebben de kwestie bij financiën gezien. We hebben de zaak bij die grondzaken gezien. Kortom, het staat niet op zich. Het hele systeem is verschrikt. En je ziet dat er mensen zijn die machtig zijn, die toch wel bepaald invloed kunnen uitoefenen, dat die toe profiteren van allerlei privileges. Bezitten krijgen van grond, een opdracht verwerven voor 126.000 euro, een pand verkopen dat feitelijk waard is voor twee... Ik hoorde gisteren van Ravenberg dat het pand getaxeerd is op 310.000 euro. En zij verkopen het voor 250.000 aan de verkoper die het gekocht heeft. Wie is op zijn achterhoofd gevallen? Precies, wij kennen de prijzen toch? Probeer die maar een huis voor dat bedrag te kopen in Amsterdam of Utrecht. Dat gaat niet lukken. Ja. Dus er is gesjoemeld. Ja, ja. En bedoel, dat mensen kunnen sjoemelen, dat kan, bedoel, het zou niet kunnen wanneer er een integere overheid daar tegenover zou zijn. Hè? Die zou toch wel allerlei voorwaarden gesteld hebben om in de vorm van mandaten, bevoegdheden, om bepaalde handeling wel of niet te kunnen plegen. Toch? Maar we zien, en ik ga ervan uit dat het in Suriname ook op dat punt toch wel goed geregeld is. Het is niet een land waar wetteloosheid heerst. Integendeel, zijn wetten en regels die toch wel de organisatie, de overheid en de aan de overheid verbonden instellingen voldoende in de zin van aan banden leggen. In de zin van handeling en bevoegdheid. En toch zien we dat dit soort zaken gebeuren. Even in de zin van de vraag die ik u gesteld heb. Is dit mogelijk alleen vanwege het feit dat deze mensen zoveel macht hebben over die president, dat ze hem als een speelbal kunnen gebruiken en voor hun eigen hachje van alles kunnen laten, van alles door hem laten toestaan om te kunnen gebeuren? Nou, ik ga u zeggen, ik ga advocaat van de duivel spelen nu even. Ik ga ervan uit dat die president ook belazerd wordt. Dus het is niet alleen dat ze hem in hun macht hebben, want ik denk, die namen die ik daar heb gehoord, zijn eigenlijk onbenullen op politiek niveau.
Maar ze zijn hele geslepen dieven. En dat is iets anders. Ja, de hele geslepen dieven. En de president wordt een beetje om de tuin geleid. Hij laat zich, juist. En hij trapt in elke val. Dus je kan de president wel enige naïviteit verwijten. Ja. Maar het is niet zo dat die dieven de regie in handen hebben. Want die weten ook niks. En daarom zien ze uit die boot vluchten. Wanneer er problemen zijn, dan dokken ze. En dan proberen ze, kijk, nu is zogenaamd de vergadering in comité-generaal in Suriname, een geheime vergadering van de assemblée, ja, uitgesteld naar 5 september. Hè? Waarom denk je dat het is? Omdat die enkelingen moeten hun straat schoon gaan vegen. Want ze weten dat er straks intensief gevraagd zal worden naar hoe en waarom. Dus moeten ze zich op verschillende fronten indekken. Dat is meestal zo wanneer je hoort dat dingen worden uitgesteld. Je ziet het ook in het proces van die ex-president, meneer Boudersen, dat het al jaren telkens wordt uitgesteld en dan komt men met opwerpingen, excepties. En het komt erop neer, het is allemaal, wanneer je hoort uitstellen, dan moet je een vuistregel geven in de politiek. Wanneer er zonder duidelijke goede redenen sprake is van uitstel van dingen, ik wil bijna zeggen uitstel van executie, dan is het meestal zo dat men bepaalde gaatjes nog wil dichtmaken, dichtplamuren, en bepaalde dingen nog wil toedekken, en bepaalde informaties nog moet inwinnen. En ik denk dat het nu ook het geval is in Suriname, omdat er geen enkele duidelijke reden is. Er is zelfs een hele discussie aangezwengeld door de NDP, maar niemand luistert meer naar de NDP, want die hebben 10 jaar de tijd gehad om te doen wat ze moesten doen. En ze hebben dat niet kunnen doen. Dus ze moeten nu niet handje de voorste spelen. Maar de NDP heeft ook een beetje geprotesteerd tegen het bespreken van de problemen van de SLM en comité-generaal. Ja. Dat betekent dat het volk niet weet wat het daar bedisseld wordt. Ja, maar dat is toch terecht. Ik bedoel, er is een staatsbedrijf waar middelen opgebracht door het volk, middels belastingen. Eigenlijk misbruikt worden, ter discussie is staan. Hè? Ja, maar ik zeg nogmaals, ja. Ik ben bezig advocaat van de duivel te spelen. Ja. Dus ik ga even meneer Santokie verdedigen, ja, om aan zijn kant te staan om naar de zaken te kijken. Ja. Daarom heeft meneer Santokie bij gebrek aan eigen ideologie, ja, bij politiek, omdat er politieke zwakte, er sprake van zwak leiderschap, politieke zwakte, verwijst hij telkens naar de chaos van die voorganger. Ja. De president Desi Boudersen van de NDP, die heeft een troep achtergelaten, maar het verwijt dat we meneer Santokie kunnen maken is dat hij heeft beloofd dat hij weet wat er mis is in Suriname en dat hij die zaken gaat oplossen. Ja. En hij heeft dat telkens, is een hele verkeerde insteek, want hij heeft daarmee gesuggereerd dat alle problemen van Suriname die op dat moment van de verkiezingen als problemen werden geformuleerd, dat hij met zijn VAP en zijn nog te vormen regering de oplossingen op korte termijn zou brengen. Hij heeft zelfs termijnen genoemd. En precies daar houdt de bevolking houdt hem eraan dat hij niet de waarheid heeft gesproken. En dat hij niet eens blijkt te beschikken over concepten van hoe hij bepaalde problemen gaat aanpakken. Hij heeft geen enkel concept voor het geldvraagstuk van Suriname, de ontwaarding van de Surinaamse munt. En weet u waarom? Hij wordt omringd door boeven cambio-sector. De cambio's hebben het hele geldverkeer in Suriname ontregeld en zij adviseren nu de president. Dat is een mooie zaak. Begrijpt u? Dus de president gaat er nooit uitkomen met deze cambio's om zich heen. Omdat ze anticiperen op bepaalde ontwikkelingen. Ik heb een tijdje gewerkt in de bancaire sector als assistent van een cambio. En ik kan u zeggen dat het leven van een cambio bestaat uit voorkennis. Als je politieke voorkennis hebt, dan kun je anticiperend op nieuwe ontwikkelingen die op tilt zijn, kan je kopen en verkopen. Want valutahandel is een kwestie van inkopen van geld en weer verkopen van het geld. En je moet dus inkopen wanneer het geld ontwaart
en goedkoper wordt, dan koop je in en je verkoopt als men bereid is, als die markt bereid is heel veel te betalen voor het geld. Dus wanneer die koers omhoog gaat, dan verkoop je. Maar het komt erop neer, dus dat mechanisme is jarenlang vanaf 1983, want toen is die parallelmarkt ontstaan, na de decembermoorden van 1982, 8 december, en daarna is die parallelmarkt ontstaan, en hebben handige, slimme Surinaamse zakenlui, hebben dus het initiatief genomen om die valutahandel naar hun hand te zetten. En Suriname komt dan een decennia daarna met de opdracht of de opgave om dat te gaan ordenen. Dat ding is een grote chaos geworden binnen die cambio's. En die cambio's zijn daardoor sterker geworden dan de officiële banken. Ja. Er is een bancaire sector met zo'n tiental particuliere banken. Ja. En die hebben geen deviezen. De centrale bank, die de bank der banken is, wordt geacht om die geldcirculatie in Suriname onder controle te hebben. Maar die centrale bank moet zelf gaan aankloppen bij die cambio's voor vreemde valuta. Dus dat ding in Suriname klopt van geen kanten. En het overmaat van ramp is dat dus, er is in Nederland, zijn de bankwetten in de jaren 90, dat is van 1990 tot 2000, zijn de bankwetten in Nederland veranderd. Ja. Naar als gevolg van onderzoek. Ik herinner u aan de IRT-commissie, de commissie van Traan, het hele opsporingswezen van de politie moest worden aangepast aan nieuwe methodes van die dieven. Die dieven die lopen altijd vooruit, zijn slimmer dan de staat. En in Nederland is dus die omzwaai, de ommekeer, de hervorming van het aanhoudingssysteem van de politie heeft plaats gehad in de jaren 90 van de vorige eeuw. Ik herinner u aan de problemen met Winnie Zorgdrager en dokters van Leeuwen. Ja, en het ging om de aanhoudingsbevoegdheden. Hoe ga je de dief pakken? Daar moet wetgeving voor bestaan. Want je moet wanneer de dief gaat pakken, als je hem al hebt gedetecteerd, als je al onderzoek hebt gedaan, dan moet je hem nou gaan pakken. Dat moet je doen op wettelijke basis. En die wetten moesten in Nederland veranderen. Toen heeft Nederland als Suriname, vanwege de relaties die er bestonden, die waren wel vertroebeld, maar ze bestonden, heeft Nederland als Suriname gezegd, jongens, jullie moeten jullie bankwet ook aanpassen aan internationale maatstaven. En die internationale maatstaven betrof de visie op money laundering, de visie op mensenhandel, witwassen en dat soort zaken. En dat noemde men de grensoverschrijdende criminaliteit. Ja. Ja. Dus en Suriname heeft die wetten wel gemaakt. Want nu kom ik op een punt wat u zo net eigenlijk zijdelings aanhaalde. Suriname heeft voor alles een wet. Die wetgeving klopt als een bus. Maar men houdt zich niet eraan. Dat is het probleem met Suriname. De morele... Men houdt zich er niet aan of kijkt men bewust de andere kant uit? Ja, als beide hetzelfde toch. Ja. Dus, ja? Dus men houdt u en mij ook naar voor de gek. Ja. Dat men zich wil houden eraan. Maar, ja. Maar men kijkt bewust... Ja. De andere kant, en weet u, is toch goed dat u dat opmerkt? Ja. Want het bewust de andere kant opkijken, ja, betekent dat je georganiseerd bent. En je bent deel van het probleem. Precies. En dat noemt men lid zijn van een criminele organisatie. Precies. Omdat je ziet dat die fraudegevallen niet, ja, op zich staan. Ja. Dat is nu ook het geval met de SLM. Ja. Je ziet steeds de verbanden, ja, die nu uitleggen waarom. Die heren dieven, die hebben ruzie met elkaar gekregen. Om te beginnen, ruzie tussen de ABOP en de VAP. En dat is de extra activiteit van meneer Ravenberg die u nu ziet. Sorry, ik ken die man niet eens, maar ik analyseer politiek. Ik zeg, meneer Ravenberg is te laat met zijn verwijten en zijn onthullingen, et cetera.
Want hij zat ook midden in die chaos. Zat hij mee te doen. Ja, en hij heeft ons niet op tijd geïnformeerd over waarover hij ons nu informeert. Dus meneer Ravenberg is te laat. En dan zeg ik... Maar hij zei bij ons, hij zei gisteren bij ons dat hij en zijn mede-RVC-leden zo'n beetje geïsoleerd werden van informatie. En van hij is ook geïsoleerd door de broer van Brunswijk, toch? Maar daar heb ik hem niet over horen klagen. Hij is geïsoleerd. Die broer van Brunswijk heeft ook een eigen gereed beleid gevoerd, waarbij hij alleen maar met zijn eigen broer een aantal afspraken maakte, maar voor de rest had hij met niemand de rekening gehouden. Ja. Dus daarom zeg ik van, kijk, dat opportunisme, ja. Om wanneer meneer de Haan gevlogen is, om dan te gaan schreeuwen, ik ken dat ding toch, meneer Kardelaan, toen u jong was, en u van school kwam, dan was er een vechtpartij, dan wordt er gevochten buiten, en dan hoor je mensen zeggen, hoor me. Dus de man die wil gaan slaan, schreeuwt hoor me. Ja, maar die man slaat niet. Hij schreeuwt alleen, hoor me. Ja. Maar dus, laat me af. Maar meneer Ludwig, Ravenberg schreeuwt en Brunswijk schreeuwt, maar ik hoor de parlementariërs nu ook schreeuwen. In dezelfde lijn, in koor met Ravenberg en Brunswijk. Ja, maar die parlementariërs schreeuwen om iets anders. Ze schreeuwen omdat ze aan hun theewater aanvoelen dat die bevolking deze rotzooi die nou naar boven komt borrelen bij de SLM, ja. Dat die bevolking dat gaat afwijzen en dan verliezen ze hun brood. Ja. Dus die parlementariërs schreeuwen uit broodvrees. Ik vertrouw ze niet. Ja. En ik geef als voorbeeld, geef ik bijvoorbeeld de zwijgzaamheid van de NPS. Die heeft alles maar laten voortgaan en met zalvende woorden komt meneer Rusland, komt met een dominee, komt die preken dat hij dingen afwacht en dingen zijn moeilijk enzovoort. Maar intussen gebeurt er van alles. Ja. Heeft de NPS zichzelf buitenspel geplaatst. En hetzelfde geldt voor de PL. Ja. En ik zeg dus, daar ligt het probleem. Want laat me u terugbrengen naar het punt van meneer Santoki, de president. De president heeft een verantwoordelijkheid om in deze hele chaos de leiding te nemen in de richting van oplossingen. Hij is de belangrijkste decision maker in de Surinaamse politiek. Maar schept hij die chaos niet zelf? Even een paar punten. Hè? Beperkend tot de SLM en de kwestie de Haan en de SLM. Toen de geruchten naar buiten kwamen, was iedereen het met elkaar eens, hè? Parlementariërs, inclusief de president, dat de man niet te handhaven is en dat een uitreisverbod moet volgen en dat OM, de PG, onderzoek moet gaan verrichten. Dat was de reactie van en de president en het parlement. En dan horen we achteraf dat zondagavond de meneer De Haan bij de president op audiëntie is geweest. Hij heeft zijn ontslagbrief overhandigd aan de president. En als ik meneer De Haan goed heb begrepen, is zijn ontslag door de president geaccepteerd. Toch, dat zegt meneer De Haan. En dat zegt de president achteraf ook. Dat inderdaad De Haan maandagavond bij mij, zondagavond, bij mij zijn ontslagbrief heeft overhandigd. En we zien dat diezelfde avond meneer De Haan leest toch wel een kies voor het Hazepad, Atjafutu. Ja. Via Frans Guyana is hij, via hoe zeg je dat, Marowijn naar die vier overgestoken, ja. naar Frans Guyana en uiteindelijk via Frans Guyana naar Parijs vervloerd. Heeft de president daar geen gaten zelf laten vallen? Heeft hij niet bewust, misschien onbewust, de ruimte gelaten zodat die man kon vluchten? Natuurlijk toch. Dus men spreekt niet de waarheid. En dat betekent dus, ik ga u zeggen, weet u welke fout? Ik zeg nogmaals, ik speel in dit interview de advocaat van de duivel. Ja. Dan moet ik aan die kant gaan staan. Namelijk, ik wil u wijzen op de objectiviteit van de grote blunders die zijn gemaakt. En dat het niet is uit de rancune dat wij die mensen van de een of het andere beschuldigen. Ik probeer zojuist te verdedigen. Om te kijken of er misschien motieven zijn die wij niet kennen. Maar ik zie overal dat die president medeplichtig blijkt te zijn.
Ja, dus hij weet van de hoed en de rand. Ja. Hij kan toch niet meer zeggen dat hij meneer, die zussen niet kent. Ja. Dat hij Robbie, Boendi en al die mensen niet kent. Hij weet van alles. Ja, ik sprak trouwens de voorzitter van de bond, hè, van het personeel bij de SLM gisteren. En ja. Ik vroeg haar in hoeverre de president op de hoogte was van de opdracht die gegeven was aan meneer Bizisser door de Haan. En nogmaals, totdat de zaak dus escaleerde, deed de president alsof hij daarvan niet gewoest heeft. Maar later horen we van Klumper, dat de president daarvan wel op de hoogte was. Dat die opdracht, lees, dat contract is aangegaan met het bureau van Bizisser. Ik bedoel, en het kan ook niet anders, want meneer Bizisser was een adviseur. Ik kan me toch niet voorstellen dat een adviseur in opdracht van de president gedetacheerd naar de SLM niet zou weten wat zijn adviseur dat doet en van plan is te doen. Bizisser moet toch communiceren met de president? Ja, dus nogmaals. Er zijn zaken die niet aan ons worden verteld. Er spelen belangen die niet aan ons worden verteld. En ik ga u een eind op weg helpen welke belangen dat zijn. In Suriname zijn er meerdere luchtvaartmaatschappijen die ambities hebben om die transatlantische lijn, om daarop actief te willen zijn. Ze hebben die ambitie. Of ze dat kunnen is een tweede. En die kleine luchtvaartmaatschappijen, waarvan een paar splinternieuwe, ja, die zijn gekoppeld aan mensen met veel geld in Suriname, want een vliegtuig koop je niet zomaar. En ik geef maar één voorbeeld, want nogmaals, ik ga me nu op een terrein begeven waar ik alleen maar, u en ik alleen maar van horen wanneer dingen fout lopen, dan hoor je iets over die geldmachinaties. En een van die mensen is Dilip Sarjo. Ja. Ik heb begrepen dat hij ziek is nu, maar het komt erop neer. Nou, hij springt leven, want ik hoorde die gisteren bij die aandeelhoudersvergadering van de Hakeringbank aanwezig is geweest. Ik heb het laatste niet gehoord. Nou ja, ik heb begrepen dat hij gisteren bij die vergadering van de aandeelhouders, aandeelhoudersvergadering van de Hakeringbank aanwezig is geweest. Oh ja, want daar speelt ook een enorme fraude situatie. Ja precies, daar kom ik straks op terug, waar de staat, lees vertegenwoordigd door de president, hè, toch wel, ook heeft meegespeeld dat anderen nu meer macht en invloed hebben gekregen op die bank. En dat zijn de kapitaalkrachtigen in Suriname. En ik noem de namen even die ik gemeld heb gekregen. Dat zijn de kapitaalkrachtige personen, Kirpalani, Dilip Sarjo, en de reismagnaat Ramadin en familie Lal Bihari. En dat is die meneer van Fatum, hè. Ondersteund door de algemeen directeur Rafik Suraj Pandey, president-commissaris Humphrey Schuurman en advocaat Van Dijk Silos op een algemene vergadering van aandeelhouders. En de regering Santokki, de regering heeft als groot aandeelhouder van de bank deze zaak ondersteund. Ja. Dat wil zeggen dat ze een belangrijke bank, hè, uiteindelijk het prooi hebben laten maken worden van een groep kapitaalkrachtigen. Juist, precies. Toch? En dat is al een tijdje gaande in Suriname. Ja. Dat deze puissante rijke ondernemers, men noemt ze in Suriname industriële, het zijn de captains of industry, die hebben overal een vinger in de pap. Ja. Belangen. En we hebben het nu over die luchtvaartbelangen. Ja. Ik nam meneer Dilip Sarjo als voorbeeld voor die luchtvaart. Ja. Dat hij duidelijk, dat hoeven we niet onder stoelen of banken te schuiven. Meneer Dilip heeft zijn eigen luchtvaartmaatschappij. Dus wanneer de SLM het niet haalt en kapot gaat, dan heeft meneer Dilip Sarjo een belang om met zijn luchtvaartmaatschappij een aantal dingen te eisen of in te komen. Ja. Dus met andere woorden, ik hou het even oppervlakkig. Want ik ga niet voor mijn beurt praten, maar er zijn dus in die luchtvaartpolitiek in Suriname, zijn er belangengroepen die weer gekoppeld zijn aan het bankaire stelsel in Suriname systeem. En dat ding is een vriendengroep. Ja? En nu is er in die vriendengroep, die aangestuurd wordt vanuit de VAP, is er een beetje deining. Namelijk, er is geen eenheid in de VAP. Geen ideologische eenheid, maar ook geen persoonlijke vriendschappelijke eenheid.
Dat ding begint een beetje uit elkaar te vallen. En dan krijg je dus dit. Dat op, we hebben een mooi woord in Suriname ervoor. Dat de man een bering die man kan dragen. De man een bering. Ja. Zeg maar in Suriname. Ja. En zo horen we het een en ander. Anders horen we niks. Ja. We horen alleen wanneer de bom is gebarsten. Ja. Ja. Nee, duidelijk. Die kwestie van SLM. Hè? Bedoel, meneer De Haan is binnengehaald. Ik dacht 2 jaar terug. Als de Messias, de oplosser van het probleem met de SLM, gezond maken van het bedrijf. Terwijl jaren daarvoor het bedrijf behoorlijk toch wel in de knoei zat, ellende. Een bedrijf dat problemen heeft, financieel behoorlijk in de knoei zat, $75,000 aan schuld. En niet in staat, zeg maar, een goed beheer te hebben over de hele organisatie. Ja, maar meneer Kartelaar, ik moet u even onderbreken. Met dit soort informatie houdt men u en ik bezig, dat wij moeten gaan zitten rekenen, calculeren enzovoort. Terwijl er andere dingen spelen. Laten we u direct over de actualiteit informeren. De laatste nieuwtjes in de vorm van het is nog ongeverifieerde roddel. Daarom ga ik geen namen noemen. Ik geef u wel waar het over gaat. Ik zeg wij Surinamers en ik spreek over wij, want ik ben niet bezig mensen te beschuldigen. Ik heb het over de algemene volksaard. We zijn laf. Wanneer we onze mond moeten opentrekken, doen we dat niet. En wanneer meneer De Haan op afstand zit, dan wordt er smurrie, wordt er allerlei vuil op hem gegooid. Ja. Dus daarom, ik ga meneer De Haan weer verdedigen. Ik neem de hele tijd positie aan de overkant, om vanuit de overkant naar hetzelfde vraagstuk te kijken. Meneer De Haan zegt dat hij is gevlucht. Uw stelling komt op de vraag neer, wist de president dat De Haan zou vluchten? En wie heeft in het nieuws gebracht dat De Haan zijn paspoort in beslag zal worden genomen, zodat hij niet kan vluchten? En als de president heeft gesproken tot op het laatste moment voor de vlucht met De Haan die op de vlucht was, dan betekent het dat de president die meehelpt nieuws te maken in Suriname, dat meneer De Haan niet weg moet gaan, want we gaan hem onderzoeken. Dat diezelfde president die dat met zijn ene kant van zijn mond beweert, aan de andere kant s'avonds meneer De Haan ontvangt en meewerkt aan zijn vlucht. En daarna zwijgt in alle talen. En dan ga ik de tweede smurrie. Ja, en hoe hard is dat tweede, dat hij meewerkt aan zijn vlucht? Nee, het komt erop neer, nog erger. Ja, ja. Iedereen die Suriname een beetje kent. Nee. Ja. Ik heb het over het laatste interview dat hij heeft gehad met Lim. Ja. Dat uit dat interview en uit meerdere interviews van meneer De Haan blijkt dat hij dus iets voor zijn vlucht contact heeft gehad met de president. En hij is heel vaag wanneer hem concreet wordt gevraagd, wist de president dat hij zou vluchten? Dan geeft hij geen antwoord, want hij moet die president beschermen. Ja. Die president geeft ook geen antwoord daarop. Ja. Dus met andere woorden, er zijn donkere plekken die men bewust zo vaag laat. Omdat precies daar, ga ik u zeggen, de fout die meneer De Haan maakt. En dat kunnen alle juristen kunnen het met me eens zijn. Ik heb er ook mee te maken gehad toen ik in 1994 werd gearresteerd. En iedereen die wordt gearresteerd krijgt te maken met dit artikel in het recht. Namelijk wanneer men jou arresteert, of wanneer je onder verdenking staat, zegt men dat je het recht hebt om te zwijgen. En het is een recht, verankerd in de grondwet. En voor alle democratische landen overigens. En wat zie je? Dat meneer De Haan, daar zie je dat hij een groentje is. Meneer De Haan, die gaat in die periode, in het interval waarin we nu zitten, namelijk dat hij op de vlucht is nog, dat land verlaten en wat hij verder gaat doen is nog niet bekend. En meneer begint te praten met de Surinaamse pers. En dat betekent dat alles wat hij zegt tegen hem gebruikt kan worden. Het is zelfs in het recht een formulering die elke verdachte zal horen wanneer hij wordt gearresteerd. Van meneer, luister u, we arresteren u, maar u hebt het recht om te zwijgen. En advocaat te kiezen. U hoeft niet te antwoorden op de vragen die we nu gaan stellen.
En dan stelt mij een heleboel vragen. Maar je kan zeggen, nee, ik antwoord niet. Ik wacht op mijn advocaat. En dat heeft meneer De Haan dus niet gedaan. Hij is zelf erger nog. Hij zoekt de publiciteit op om zijn gelijk te beweren. En nu, wat is nu gebeurd? En daar heb ik het over de lafheid van de Surinaamse politiek. Dat men laf is. Nu die man in het buitenland zit, nu hoor je roddels dat hij niet is gevlucht vanwege de SLM-affaires. Maar dat hij is gevlucht voor een persoonlijke situatie waarin hij is komen te verkeren. En u zult meer hierover horen in de publiciteit in Suriname. Ja. Ik noem geen namen. Ja, nou, ik hoorde dat hij zei eerst zijn veiligheid was in geding, hè? Dat is niet. Ja, dat zei hij toch. En daarom is hij gevlucht. En nu is in de Movokoranti naar buiten gekomen dat die veiligheid niks te maken had met dat Surinamers hem het leven zuur wilden maken. Maar dat hij in zijn privésfeer ergens, iets gedaan. Hij had een buitenvrouw. Ja, precies. Hij had een buitenvrouw. Ja. Laat me dat een kort samenvatten voor u. Ik bescherm u nu even. Ja. Meneer De Haan had gewoon, en alle Surinamers weten waarover ik praat als ik dat zeg. Ja. Meneer De Haan had gewoon een buitenvrouw en van bepaalde kanten is hem te horen gegeven dat als hij doorgaat met die smeerlapperij, dat hij zal zien wie die Surinamers zijn, dat ze hem behoorlijk fysiek met hem gaan afrekenen. Ja. En toen is hij bang geworden. Ja. En dus dat is de roddel. Ja. Daarom noem ik geen namen. Ja. Ja, en, nee, precies, dat doet de ronde, hè? Ja. Maar goed, even los daarvan, hij is gevlucht. Meneer Ludwig, ik bedoel, als hem niks te verwijten valt, waarom vlug je dan? Ik bedoel, als je een schoon geweten hebt, je hebt alles naar eer en geweten gedaan, dan meld je je toch aan bij het Openbaar Ministerie van hier ben ik De Haan, pak besluit maar op en doe een onderzoek. He, dan weten we morgen dat ik dus onschuldig ben, hè? En dan sla ik niet op de vlucht. Met een smoesje dat de mensen mij willen vermoorden. Of ik word belaagd. Dan zou je dat doen. Laat hij met het vluchten niet meer de verdenking op zich. Dat hij inderdaad verwijtbare handelingen heeft verricht. Ja, ik moest even een deur openmaken. Ja, ik hoor het. Ja, mijn vraag is. Het feit dat hij gevlucht is, heeft hij daar niet des te meer op zich de verdenking geladen dat hem iets te verwijten valt? Want als je niks te verwijten ja, is... Ja, precies. Ja? En dus met andere woorden, meneer De Haan is ook bezig zijn eigen straat schoon te vegen. Ja. Daarom wil ik bewijzen dat iedereen die betrokken is in het SLM-schandaal bezig is zijn eigen hachje te redden. Ik zie nergens wat het nationale belang is. Daar wordt niet over gesproken. Ja. Of het in het nationale belang is dat de SLM moet blijven bestaan. Of dat we overgaan naar een nieuwe maatschappij of iets dergelijks. Men is allemaal met de rug naar de buitenwereld. Is men bezig zijn eigen straatje schoon te vegen. Dat is mijn samenvatting. En dan zeg ik, dan zie je de man op wie iedereen nou rekent. Ja, dat is meneer Santoki. Ja, dat die nu spijkers met koppen slaat. En dan zie je dat meneer Santoki aan handen en voeten is gebonden aan bepaalde afspraken die hij met vrienden en familie heeft gemaakt. Dus nu begint het nepotismebeleid, begint die president te wurgen, laten we het zo zeggen. Ja. Het feit dat hij dus niet geschikte mensen heeft geaccommodeerd, maar vrienden. Dat houdt nu in dat hij die vriendschappen moet zien te behouden. Hij moet dus dingen doen om... In Suriname een spreekwoord toch, dan maak ik... Bittere mi mati mandi mi botonoboro. Ja. Ja, maar dat kan die president niet zeggen. Want er zijn verschillende boten die geboord zijn al nu. En die mensen gaan allemaal met hem afrekenen. Ja, maar kun je het concreter maken, die vrienden? Ik bedoel, die moeten... Ja, dus u hebt al in het geval van de Hagerinkbank... Ja. Heeft u al een bepaalde nest genoemd? Dat is één nest. Ja. Die andere nest zit in Rotterdam. Dat is dus die daar is de hoofdrolspeler, is meneer Prenobe, Robbie Boendi. Ja, in Rotterdam speelt het rondom die onroerend goedzaken. Want er zijn twee onroerend goedhandelaren betrokken. En vergeef me dat ik al die namen niet paraat heb, maar.
het gaat over meer. Het is het feit van de verkoop van het pand van de SLM is één geval. Maar laat me het in het kader van het Surinaamse geldwezen zo vertalen. De president zit in een nest van allerlei zakenlui die belang hebben bij het factureren van bedragen aan de president, aan de Surinaamse staat. Ja. En dan worden die bedragen naar Nederland legaal overgemaakt. Ja. En in het kader van die geldovermengingen is er sprake van witwassen. Ja. Er wordt dus ook in het geval van de verkoop van panden, ja, gaat het uiteindelijk om money laundering. Ja, ja. En dit kan ik hard stellen, omdat er veel gegevens al bekend zijn. En daarom zeg ik dat iedereen zijn straatje probeert schoon te vegen. En dan kom ik toch even op die kwestie van Ravenberg weer terug. Ja. Dat die broer van Brunswijk, Leo Brunswijk, die had ook bepaalde ambities in de Surinaamse luchtvaart. Ja, en ja, die hoorden we niet. Maar op het moment dat hij uitgerangeerd was, omdat die Hindoestaanse zakenlui dat spelletje slimmer hebben gespeeld. En meneer Leo Brunswijk zag dat de Zwarte Piet in zijn richting zou worden gespeeld, gaat hij nou ook zijn straatjes schoonvegen door beginnen te praten van wat er allemaal niet deugt. Ja. En zo is alles mosterd na de maaltijd. Dus ik geloof niks meer van die hele SLM-kwestie, zeg ik u. Worden wij aan het lijntje gehouden door allerlei zogenaamde onthullingen. Maar in feite weten de mannen die dit veroorzaakt hebben, weten precies wat er gebeurt. En daarom zeg ik, ik doe niet mee aan mezelf belachelijk maken door deze of geen te gaan verdedigen. Ik wijs alleen op die zwakke plekken. De zwakke plek van de president, dat hij geen orde kan houden. In die beestenbende, zullen we zeggen, van boeven die ontmaskerd worden nu. Ja. De president heeft het moeilijk. Ik noem dit een incidentenpolitiek die hij voert. Hij rent van het ene incident naar het andere. En wanneer hij het niet weet, dan hoor je hem helemaal niet. Hij is stil, muisstil is het aan de overkant. Ja. En al die heren uit die bankaire sector, uit het bedrijfsleven. Ik durf zelf te gaan naar die reissector. Ik hoor ook allerlei verhalen die zich afspelen in het bedrijf van Mangli. Ja, in die massa bedrijf. Dus dat ding is een etterwond in die Surinaamse financiële kringen. Die op verschillende niveaus, in verschillende sectoren zich gaat uiten in de komende periode. Ja. Laten we ons houden over bij de SLM. Die SLM die 60 jaar is. De handvraag is, en ik hou u eraan. U mag mij ook eraan houden, dan gaat u zien. Laten we kijken waar dit gaat eindigen. Want wanneer we zien waar het gaat eindigen, dan kan je het verhaal omkeren. Ja. En van het einde naar het begin gaan redeneren. Dan gaat u zien wie dit allemaal veroorzaakt hebben. Degene die gaan profiteren van de neergang van de SLM. Ja. Surinam Airways. Ja. Ja. Nou ja, we zien al wie degene zijn die profiteren, toch? Ja, we hebben nou een indicatie. Ja, ja. Maar soms is het zo dat je, en dat is bijvoorbeeld in het geval van meneer Bundi, ja, wordt er gezegd dat een tijdje hoorde je zijn naam niet, maar hij trok aan de touwtjes, maar dan hoor je de namen van Bizzer en anderen. Maar dat, in werkelijkheid zijn dat anderen die voor de schermen aan de touwtjes trekken. Ja, maar is het niet merkwaardig, een president? Van hem zou je verwachten dat hij een hoger ontwikkelingsniveau heeft. En dat hij zaken kan doorgronden. Hè. Hij is ook inspecteur van politie geweest, heb ik begrepen. De man die met complexe justitiële vraagstukken aan het werk is geweest. Met alle respect hoor, die naam is in de publiciteit genoemd. De naam van Robbie Bundi, als er zijn toch wel een van de diaspora personen die behoorlijk invloed heeft daar in Suriname. En van alles mogelijk ook aanstuurt aan besluiten. Ik hoor dat meneer De Haan uiteindelijk vanuit zijn kanaal is voorgedragen om president, om CEO te worden bij de SLM. Dat hoor ik, hè? Ik ben gaan lezen over deze kwestie. Ik ben me ook een beetje aan het verdiepen. Ja. Ik heb gezien dat ik meneer De Haan zelf verklaart ook in interviews. Ja.
dat toen hem gevraagd werd wie hem eigenlijk heeft voorgesteld ja. om zich met Suriname te gaan bemoeien, ja. toen heeft hij gezegd dat het iemand is die helemaal niet uit Suriname komt enzovoort. Toen ben ik me gaan inlezen ja. en ik zag inderdaad dat hij in Kenia daar bezig is geweest. Ik laat even in het midden of het positief of negatief is, maar dat een vriend van hem uit de KLM-sfeer hem attent heeft gemaakt op mogelijkheden voor hem bij de Surinaamse luchtvaart. Dus een KLM vriend van hem die bij de KLM zit, want ik ben de stukken gaan lezen. Ik kan ook direct mijn bronnen aangeven. Namelijk, ik ben de correspondent, meneer De Haan heeft in het verleden een aantal stukjes geschreven over de marketingvraagstukken waarmee hij aan het worstelen was toen hij in Kenia werkte. Heeft hij een paar dingen op papier gezet en daar is op gereageerd. Een van de vrienden in dat circuit van de KLM, die hebben hem getipt dat er in Suriname iets voor hem te halen valt. Ja. Ik wou het hierbij, want ik die andere gegevens moet ik gaan verifiëren, maar voor zover ik heb kunnen nalezen, ben ik wel daarachter gekomen dat uit de KLM-sfeer is. Ja. En ik heb het al in mijn programma's gezegd dat het merkwaardig is dat Suriname iemand zoekt uit KLM-kringen ja. om de Surinaamse carrière te komen redden. Dus het eerste wat meneer Daan heeft gedaan, heeft de belangen van de KLM veiliggesteld. En nu heeft de KLM een absoluut monopolie over de Surinaamse luchtvaart. Dat is gewoon netto wat er is gebeurd. Ja, ja. Maar laten we even uitgaan van die roddels die nu circuleren. Hè? Dus dat het toch wel uit de hoek van die makelaar komt. Want ik lees ook, ik heb het even erop nageslagen. Iemand ja. appt mij inderdaad. Alleen ik kan, zoals u dat zegt, ik heb het niet kunnen verifiëren. En ik kan het ook niet verifiëren, want met naam en toenam van hoe die lijn is gelopen. Dan zou vanuit deze redenering, weliswaar zoals meneer De Haan zei tijdens het interview bij Lim FM, hè, ik heb hem ook gehoord, dat hij inderdaad getipt is door iemand in Nederland. Dat ja. het niet een diaspora persoon is, maar dat het gewoon een autochtone Nederlander is. En dat klopt. Nederlander van de KLM. Ja, nou, dat heeft hij niet gezegd. Dat heeft nee, dat zeg ik. Dat ja, zeg ik. Ja, dat ben, ja. Daar ben ik achter ja. gekomen. Maar dan brengt dus, zeg maar, die persoon die mij dat vertelt, die Nederlander in lijn met de verbinding richting dus die makelaar. En die invloed heeft ja. op Santokki. En die zou dan die Nederlander ingefluisterd hebben van, nou ja, dit zou een mogelijkheid zijn. En er is een familiaire relatie tussen dus die Nederlander, zegt men, en dus meneer De Haan. En zo is hij op het spoor gezet om uiteindelijk in Suriname te gaan. Ja, en er is toch iets anders wat, ja. Wat ik ook aan het verifiëren ben. Dat ja. er ook, dat meneer Santokki op de hoogte is van het netwerk van meneer De Haan. Er is ook een familiair verband. Ja. Ja. Tussen meneer De Haan en meneer Santokki rechtstreeks. Ja. Ja. Maar het is toch merkwaardig, meneer Ludwig, dat voor een organisatie met gigantische problemen, dat je niet van tevoren een duidelijk profiel opstelt. Nee, je formuleert toch het probleem is. En je ja. wil dat probleem gaan oplossen, en dan weet je welk probleem je wil gaan oplossen. Dan zoek je ja. toch een manager die toch wel equip is, hè? Ja, maar competent is. U zegt het goed. Dan geef je blijk van dat je werkelijk het nationale probleem wil oplossen. Ja. Als je dat niet wil, ja. als je alleen maar bezig bent te kijken van hoe kan ik voordeel halen. Ja. Dat vind ik jammer van de huidige regering, ja. dat je overal dit model ziet, dat men die korte lijnen aan het bespelen is van hoe krijgen we door een kleine hit-and-run transactie geld in het blaadje. Het is een foute attitude, helemaal fout. Er is nergens sprake van een lange termijn planning, een visie van langs bepaalde tactische wegen te komen tot een resultaat voor de Surinaamse natie. Nergens hoor je dat formuleren. Het gaat allemaal op korte lijnen, een vliegtuig leasen, eentje kopen, eentje verhuren. Het lijkt wel een bakovo winkel. En zo komen we er niet. Ja,
ja. Ik las trouwens vandaag, ik kreeg vandaag ook een... Ik moet u zeggen dat ik me moet houden aan de tijd. U weet waarom ik dat... Ja. We gaan afronden. Nog een laatste punt. Laatste punt. Ik moet met iets bezig. Ja, weet ik. Ik las, tenminste, ik kreeg het opgestuurd. Een notariële overdracht van een pand dat verkocht is door de SLM aan het kabinet van de president voor een bedrag van 688.499,13 US dollar cent. En dat pand staat op de hoek van de Jodebredestraat en de Sofie, nee, van de, even kijken, nou ja, op de hoek van de Sofie Redmondstraat en de Steenbakkerijstraat. Dat die, het gaat om 714 vierkante meters. Ik bedoel, SLM is toch van de staat? Ja. Er wordt dus gesjoemeld met de gelden van de SLM. Ja. Er is ook wat aan de hand met het pensioenfonds, ja, met de pensioenen van de medewerkers. Overal is Suriname, men sluist geld van de Grasalco, wordt gesluist naar deze kwestie van de SLM. En dan gaat men op grond van die goudvoorraden die zijn gespaard door hard werk van Grasalco, gaat men dan weer nieuwe leningen aan om weer andere financiële zaken te behartigen. Het is een nest van je welste, van aan elkaar geschakelde kleine financiële belangen laten we ze noemen captains of industry in Suriname. En nogmaals, ik ga me niet wagen in een wespennest. Ik zeg alleen één ding, wij Surinamers zijn nou aan zet. Want als wij klagen over dat het een knoeiboel is onder onze ondernemers, bij de SLM als voorbeeld, dan is de beurt is nu aan het Surinaams volk om te zeggen dat wij dit niet meer pikken. En ik denk dat Suriname, met dit wat we hebben besproken nu in dit interview, als voorbeeld, dat Suriname over de hele breedte met dit soort vraagstukken worstelt. We worstelen ook met het vraagstuk van Brunswijk, die zich verzet tegen het traditionele gezag in het binnenland. Want hij zegt, hij is vicepresident, dus hij staat hoger dan de Gramang, denkt hij. Terwijl die Gramang zegt, jongen, ik ken je vader, ik ken je moeder, jij valt onder mij. En dus ze maken nou ruzie daar, wie competenties er gelden in het binnenland. En in de tussentijd, weet u wat het nieuws is? Dat gewoon jongeren in Atjoni een school hebben vernield. Ja, en dus er wordt niets geproduceerd. Meneer Bordeaux is bezig met de sporthal. Hij is alleen bezig dat die sporthal is geverfd. En dat die sporthal lekt of niet lekt. En of er wel een of andere manifestatie doorgaat of niet doorgaat. Op dat niveau, en ik ga het samenvatten. Je ziet dat het tribale denken, het denken vanuit de eigen stam of vanuit de eigen etnische groep, dat beperkt de totaalvisie om de doelen van de natie na te streven. Ik wil het hierbij houden. Yes. Dat ik me moet gaan bezighouden. Ja, I know. Dankjewel. Ja, bedankt dat je het gesprek hebt gevoerd. Ja. Toch, ondanks de situatie. En graag tot de volgende keer. Bedankt. Tot de volgende keer, meneer Kateraan. Okay. Alsjeblieft, dankjewel. Ik groet alle luisteraars en ik dank u voor, ik dank hen voor hun aandacht. Yes, sir. Goedenavond. Dag. Ja, dank u wel. Dag. Meneer van Milieu, lieve mensen, hij had wat verplichtingen. En dat...